De samenleving maakt zich zorgen over de verruwing van criminaliteit en de vele zware aanrijdingen die de afgelopen tijd plaatsvinden. Criminelen gebruiken vaak geweld en dagelijks vinden er vele aanrijdingen plaats. We gingen de straat op en vroegen burgers wat zij hiervan vinden. Ik maak me zorgen dat die jongen en dat meisje over wie ik het heb, vandaag of morgen krom kan gaan. Dus midden extra scherp. Ik heb mami wande, dus met de extra scherp tak die nog gekrong. Alla die me pikide met tagine tak, hey, met dumi moeite me investeer in unu, tamara umtrowan boonsani. Ifa, mino sabi tamara umtrowan boonsani. Dat mek me investeer zolang a mi man. Maar tamara tu, ifine trowan boonsani, skoutu grabi, mino sabi hu. Als je niet inprent van, hey, je moet naar school gaan, je moet iets worden. Ze gaan dan maar lopen, hangen. En op den duur, wanneer ze groot zijn geworden, gaan ze moeten eten, toch? En pedofinanja. De criminaliteit, ja, is hoog, hoor. Je bent niet meer veilig. Alles is erger geworden. Alles, in 15 maanden is alles gewoon erger geworden. Welke maatregelen treft u? Tegen inbraak en zo. Welke maatregel? Ik slaap niet. Ik slaap niet, hoor. Ik zal je eerlijk zeggen. Ik kom 5 uur in de ochtend op de markt. Ik ga 3 uur even een beetje liggen. Mijn wekker gaat. Dan ben ik weer weg uit huis. Ik ben nooit thuis. Je is door in een auto. Of nee, je is door in een bus. Een bus. De chauffeur. Dus omdat na spitsuur. Omdat het maar laai, omdat Andorra eethalte bakken voor tikkies maar voor goeie bakken. En mij rijdt dwars door voetpad, fietsenpad en mij rijdt aan Berms Riffie. En in één klein hoekje schuilt een ongeluk. En mij rijdt aan Berms Riffie en mij gaat bama naar Kwans Machiri. En nou jij. Je hoopt nou dat het niet gebeurt, echt. Men moet die mensen die rijden, die leren krijgen om te rijden, iets menselijkheid meebrengen, want het is breed. Enkele burgers gaven aan dat de politie harder moet optreden om de criminaliteit de kop in te drukken. Maar hier, ze kennen elkaar. Politiemannen kennen elkaar. Asap me, altijd me. In een reis omhoog. Nee, als je die man stopt, je moet gewoon een boete geven. Boete. Maar hier is Mati zelf in de regering, zie je toch? Frans! En zo gaat het op in het maatschappij. Aanrijdingen wat gebeurt. Ze moeten ook wat eraan doen. Dus ze moeten gaan kijken hoe ze rijden. Ze moeten weer op straat gaan, die politieagenten. Om te kijken hoe ze rijden op straat. Als ze te hard rijden, weet je. Maar je ziet ze niet meer. Vroeger zag je al die politieagenten op straat actie en zo. Dat ze kijken hoe ze rijden. Maar nu zie je ze niet veel meer. Dat waren dus enkele meningen van enkele burgers over de verhuwde criminaliteit. En de vele verkeersongevallen.